Goedemorgen, het is vandaag maandag en het is zwaar overbelicht. Wow, zo is goed. Het is dus vandaag maandag en vanavond is het kerstavond, dus we krijgen vrienden over de vloer. Dus ik moet zo even nog de laatste boodschappen doen. En daarna sta ik vandaag eigenlijk een hele middag in de keuken. Ik ga me even snel opfrissen en dan ga ik naar de Albertijn. En ik heb net even de keuken schoongemaakt, maar ik moet eigenlijk nog alles hier schoonmaken. Nesim komt zo thuis, want hij heeft net het busje teruggebracht die wij gisteren hebben gebruikt voor om een kerstpakket te bezorgen. En dan gaat hij me helpen en hij gaat beginnen met stofzuigen. Ik ga een stuk. Dat is het resultaat als je even ongezond eet. Ik heb gelijk een puist. Superman. Het is vandaag trouwens de laatste dag, omdat het kerstavond is vandaag en we krijgen bezoek. En zodat ik nog mag snoepen. Of ja, ik mag gewoon mee eten. En daarna tot oud en nieuw gewoon super strikt eten. Oud en nieuw ga ik wel weer eten. En dan gewoon tot 15 januari is het heel heel erg strikt. Ik hoop dat ik het daarmee ga halen. Want ik heb op zich in het begin wel echt goed gedaan. Maar ik hoop niet dat ik alle kilo's nu in deze 3 dagen bij kom ofzo. Want je weet hoe hard het eigenlijk gaat. Ik ga gewoon even zo naar de appie. Zwerverstijl. Wanneer je gewoon je huisoutfit aandoet en een goede jas eroverheen doet. Wie doet het ook gewoon als je snel naar de supermarkt moet. Want ik heb hier echt geen tijd voor. Terug van de Albertijn. Kijk één keer wat ik heb gekocht. Ik koop normaal gesproken nooit rozen voor mezelf. Maar ik vond deze echt zo cute. Echt cute. Ik ga nu een beetje beginnen met koken. Ik ga als eerst twee stoofschotels maken. Eentje met lam en bonen en eentje met kip en aardappelen. Dus daar ga ik nu mee bezig. Eerst ui en lam een beetje frituren. Met één hand is zo moeilijk om te filmen, hè, jongens. Lekker kruiden overheen. Dus ben ik de bulgur aan het weken. En ik ga straks dan een salade hiervan maken. Daar had ik echt veel zin in. Ik ga ondertussen snel even aardappelen schillen. De boontjes zitten er nu al bij. En nu doe ik er heet water over. Nu ga ik het tomatenpuree bij doen. Ik doe er een beetje van die paprika puree erbij. Die is iets pittiger. Maar daar doe ik heel weinig van. Nes, stop met die katten zo te pesten. Oh mijn god! Hebben jullie ooit zoiets grappigs gezien? Kijk, hè? Ina. Poep! Nee, hou op! Heb jij gepoept? Nee, dat kan echt niet. Dinari, je mag wel poepen hoor. Dinar, juffie. Poep! Nee, Nes! Zo, ik heb net de aardappeltjes geschild. Ik maak niet heel veel, want er zijn echt nog heel weinig mensen. Ik dacht, we gaan een mooie tafelkleed kopen. En hij zag er heel mooi uit in de winkel. Je bent zeg maar zo lelijk. Ik denk, maar ja, het is wel echt lelijk, man. Lekker op een fucking vuilniszak. Wat erg. Die kreukels er nog wel uit. Nee, maar dit gaat er wel op blijven hoor, schat. Hier komt allemaal eten op. Oh, dat is echt lelijk. Oh, maar gelukkig vindt Dina het leuk. Dina. Tussen de aardappelen gesneden. Zo, ik kan er even niet uit. Inmiddels is Honnie hier. Zij gaat even onze auto lenen, want ze gaat vandaag. Waar ga je vandaag naartoe? Naar Leerdam en naar Arnhem. Ja, ze had even een autootje nodig. Ik ben inmiddels bezig met de tweede stoofschotel. Kijk, en nu ziet het er allemaal zo uit met kruiden. En ik heb de aardappeltjes erin gedaan. Water overheen en nu doe ik er een kipbol bij. Ondertussen even de kofte voorbereiden. En straks maken. De kofte is klaar. Ik ga deze even inpakken en in de koelkast doen. Ik ga nu starten met de salade en ik ga nu de peterselie snijden. Ik heb ook een aubergine salade gemaakt. Dat ziet er heerlijk uit. Zo, mijn tweede salade is klaar. Die gaat ook de koelkast in. Ik ga nu lumpia's maken. En ik wil eigenlijk lumpia's maken. Dat is eigenlijk overbodig, want we gaan heel veel frituren. Want ze houden gewoon van frikandellen en dat soort dingen. Dus dat hebben we allemaal massaal ingekocht. Maar ik wil dus lumpia's maken met sujoek en kaas. Ik heb daar gewoon heel erg veel zin in. Alleen ik ben dus vergeten om deze uit de diepvries te halen. Ik ga ze even snel ontdooien. Ik ga nu starten met lumpia's maken. En het zijn heel andere soort lumpia's, maar ik doe er kaas en sujoek in. Ik heb daar gewoon zin in. Mijn eerste lumpia, niet slecht. En meestal worden ze aan het einde nog veel beter. Dit ziet er toch heerlijk uit, jongens. Jongens, dit is een beetje wat ik net heb gemaakt. En
Nessie, we zitten gewoon ondertussen een foto te maken van mijn babyhaar. Kijk haar waarom baby, doe je dit nou? Kijk die kleine babyhaar, wat is dat? Ik ben eindelijk klaar. Ik ga nu even lekker een half uurtje op de bank zitten. Daarna moet ik opnieuw de vaat doen. Het gaat echt snel, man. En spelen! Mijn spelen, baby, kom. 1, 2. Ik kom net uit de douche. En ik voel me echt als herboren. Zo'n fijn gevoel, dit. Alles staat al klaar. We moeten alleen nog frituren. Maar dat doe ik natuurlijk op het einde. Ik ga even snel mijn make-up doen en mijn haar. En dan ben ik eigenlijk ready. Kijk hoe rood ik ben in de douche. Ik heb de douche zo warm gezet. Ik vond het zo chill. Ik heb me klaargemaakt. Het ziet er gelijk heel anders uit. Ik heb even lekker mijn haren gedaan. Ik ben zo blij met deze haarkleur trouwens. Echt super blij mee. Ik ben ook echt tevreden over mijn make-up vandaag. Ik heb nog mijn badjas aan, want ik heb me nog niet omgekleed. Ik weet niet zo goed wat ik aan moet doen. Maar ik doe sowieso echt iets heel simpels aan. Niks bijzonders, want ja, ze komen toch bij mij thuis. En dan ben je toch de gastvrouw en dan loop je toch heen en weer en zo. Dus ik wil gewoon lekker iets comfortabels aan, niks bijzonders. Normaal gesproken met kerst pak ik wel uit. Maar ik denk, ach, zeg gewoon maar lekker met een klein groepje. Gewoon iets simpels even aandoen. We gaan ook hamburgers en zo eten. Dus ik ga even de laatste dingen doen. Een beetje groenten snijden, weet je wel. Augurken, tomaten, uitjes, sla. En dan in aparte bakjes doen. Dus even de laatste dingetjes nog. En dan ben ik eigenlijk helemaal klaar voor vandaag. Ik ben wel echt kapot. En het is nog niet eens 6:30. Ik denk dat ze 7 uur of zo aankomen. Dus ik ga eigenlijk aan de slag. Ik zie jullie straks weer. Ik hoop dat jullie deze vlog trouwens wel een beetje leuk vinden. Want volgens mij heb je alleen maar eten gezien. Maar ja, ik ook. En ik zeg tegen Nessie, je moet openen, de deur openen met je kersttrui die lampjes heeft. Ik ben even aan het knuffelen met mijn kast. Nee, maar opeens schaam jij je, hè? Je schaamt je opeens, hè, voor je trui? Nee. Ja, gisteren was je er trots op. Waarom wil je vandaag niet aandoen? Ik vind dat je de deur moet openen met de kersttrui met lampjes. Vind ik gezellig. En een kat in mijn hand. Ga je dat doen? Ja, als ik jou er gelukkig mee maak, dan ik dat heus ook doen. Vroeg jij net? Volgens mij heeft Nessie nog nooit in zijn leven gefrituurd. Je snapte mijn vraag niet. Nee, ten eerste vraag je mij van, moet ik nu al de frituurpan opwarmen? Nou, ze zijn er nog over een uur nog niet. Hoe wil je het dan opwarmen? En ten tweede zeg je... Je snapt mijn vraag niet. De tweede vraag niet. Nee, vraag je vraag nog eens. Ja? Moet dit erin als die je opwarmt? Niet tijdens het frituren, als die opwarmt. En waarom zou die niet erin moeten? Vraag het aan God, ik weet het niet. Wat is dat voor vraag? Nou, ik weet het niet. Oké, okay, nou haal je frikandelletjes er maar uit. Maar waarom ben je dat boos op mij? Ik kan het al door hoor. Je bent veel te langzaam aan het opstarten van de camera, want je bent geen vlog meer. Waarom ben je boos op mij? Ik ben gewoon pissen. Moet jij alles doen? Ik moet alles doen hè, zeg het maar tegen mijn vrouw. Ben je een beetje boos? Wie heeft vandaag stof gezuigd thuis? Stof gezuigd? Wie heeft stof gezogen? Ik vind stof gezogen zo gay klinken, daarom zeg ik altijd gezuigd. Wat zeg jij? Hier, dat kan je nou niet meer gebruiken. Wie heeft stof gezuigd vandaag? Hè? Huh? Nee, ik? Gestofzogen. Gestofzogen. Nadat ik het 20 keer heb gevraagd. Weet je dat? Zeg wolla. Nou, ik denk 10 keer. Oh, nu is het opeens 10 geworden. Ja. Oké, okay, maar ik heb toch ook dingetjes gedaan? Ik ging 70 keer naar de winkel voor jou. Ja, maar ik zit je koopt allemaal foute dingen. Ik zeg, haal sla voor de hamburgers. Koop je een krop sla? Ik moet die nog Die is goedkoper. Ik ben gewoon gierig. Tomaat voor in de hamburgers. Jij koopt van die kleine cherry tomaatjes. Die moet je snijden. Ik heb gewoon die grote tomaten gesneden. Heb je ooit zo'n cherry tomaatje in een hamburger gesneden? Niet heb je nou voor je hamburger, plastic okay? Bakjes? Ik heb geen borden meer. Ik ben klaar mee. Allah, kijk. Ik weet niet waar ik het moet doen. Zalata. Hier. En sujuk, ja, kijk, goeie. Goed zo. En de kwark die jij niet eet. En lumpia's allemaal. Oh, lumpia's en frikandela's. Oh. Oh, lekker hoor. Pella, rot op. Nou, jalla, ik ga douchen. Dag. Wil je kijken naar hoe ik douche? Nee. Ga weg! Allah. Mooi hoor, Nes. Je bent er echt voor gegaan, man. Vandaag. Kerstavond.
Inmiddels heb ik ook gewoon besloten om mijn kersttrui aan te doen. En ik heb er gewoon jogging onder, jongens. Dag 2 van dezelfde kleren. Gewoon omdat het kan. Ja, mijn haar zit alleen maar niet. Wacht, ik denk dat je haar moet. Zo. Lira, zit je al een beetje in de kerstsfeer? Christmas cat? Waar is Dinar? Dinar, even wakker worden. Hey. Ik zie je. Ja, zij maakt ons ook altijd wakker hoor. Waarom doe ik nou zo veel? Oh, I love this cat. Chuff je back, hij is echt boos, nee. Oké, okay, sorry, sorry. Ik ben niet wakker. Sorry, sorry. Ik kan niet bijten. Ze wordt niet meer rustig als ze eenmaal boos is. Nee, ze wordt niet rustig meer. Ze gaat even bijten. Ze gaat blijven bijten. Ze is echt boos. Jongens, Nessim gaat de deur openen. Leuk hè? Maar wat wil ik zeggen? Ja, ik wou even zeggen dat ik even stop met vloggen als we bezoek hebben. En dat ik jullie gewoon daarna zie. Ja, we zijn nu eigenlijk als laatste aan het frituren. We zijn frikandelletjes aan het frituren. Kipnuggets. Hamburgers en dan gaan we ook nog lumpia's maken en dan zijn we eigenlijk al klaar. Daarna heb ik natuurlijk nog heel veel toetjes, snoep, chips, alles wat er aan. Maar ik zie je straks weer. Doeg! Dus bezoek is net weg, echt super schattig. Ik heb bloemen gekregen, nog een flesje rosé, super cute. Hennis! Ja, wij gaan nu echt slapen, wij zijn kapot, maar het was echt heel gezellig, Hennis. Het was echt leuk. Echt leuk. Maar ik ga even snel gaan. We hebben heel veel gegeten. We hebben echt heel veel gegeten. Niet normaal. Kijk, één keer mijn vaart. Kijk, hier nog. Echt de aftermath. Maar ik ga nu even mijn gezicht wassen, tanden poetsen. En dan echt heel snel naar bed. Ik denk dat het nu ongeveer 3 uur is. Is het 3 uur nu? Mm-hmm. Ja, gewoon precies 3 uur. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei.